55 jaar papgat. Dat vraagt om een overzicht. In het gemeentehuis zijn door de organisatie veel materialen rondom het Grooisch carnaval verzameld, opgeduikeld uit de archieven. Bijna elke carnavalsclub, nog wel of niet meer bestaand, leverde zijn bijdrage. Het resultaat is een prachtige expositie vol cultureel erfgoed die elke Rooienaar, wel of geen carnavalsvierder, gezien moet hebben. Nou, een heel mooie tentoonstelling. In de eerste plaats mensen bij elkaar gezocht die van alle disciplines verstand hebben. Dus dat wil zeggen een fotograaf die dus de fotocollages gaat maken. Mensen voor de algehele inrichting. En dan begint dat te groeien. Hè. Dan heb je al een klein clubje, er worden wat plannen gemaakt en mensen beginnen spullen verzamelen. Dat is ook gebeurd. We moesten dus van verenigingen spullen binnenkrijgen. En dan op een gegeven moment dan zie je iets en je begint plannen met elkaar op te stellen. Er worden fotopanelen gemaakt. Ja, die collages worden gemaakt. Het groeit uit. Het ene ding heb je uitgewerkt en het volgende komt alweer. Onder andere Wil en Hans van der Linden die gaan de totale inrichting verzorgen. Nou, die hebben straks met de inrichting een hele belangrijke taak, ook een hele zware taak, want het moet in een heel korte tijd op het gemeentehuis ingericht gaan worden. We krijgen de ruimte op het gemeentehuis vanaf de ingang tot en met de raadzaal. En als je ziet hoeveel spullen dat wij inmiddels verzameld hebben, ook de fotocollages, de panelen, en dat moet straks in 2 dagen tijd helemaal gepresenteerd worden. Ja, dus in eerste instantie is Jan ons gebeld dus om te vragen om die panelen met zwarte stof te bekleden waar de foto's op zouden moeten komen. Alle clubs die we in Rooien hebben, die zijn benaderd om te vragen of zij spullen, documentatie, materialen beschikbaar willen stellen voor die tentoonstelling. Nou, wij gaan dan dadelijk al die spullen die zij gebracht hebben, gaan wij proberen zo mooi mogelijk te etaleren. Ja, dat is best veel hoor. We hebben hier de zolder, eigenlijk een bovenkamer beschikbaar. We hebben alle spullen gesorteerd licht en eigenlijk te veel om te laten zien allemaal. Dat is 25 januari is de opening, dus met genodigden, zeg ik goed hè. Ah, ja. En dan 26 en 27 januari. En dan is het van 11 tot 4 voor publiek toegankelijk. Het is een hele hoop werk en jammer dat het zo kort kan blijven staan. Maar ja, het gemeentehuis moet natuurlijk weer open. En ja, dan moet het toch weer toegankelijk zijn voor de Rooise bevolking. Het is namelijk zo, dan ga ik terug tot 44 jaar carnaval. Want toen heb ik met Ton Ketelaars dat boek gemaakt. Dus toen ben ik van dat moment af ben ik begonnen met bestanden te verzamelen, foto's natuurlijk. Allemaal gedigitaliseerd van de zomer, voor deze tentoonstelling. Plus mijn eigen archief, omdat ik ook bij Midden-Brabant werkte en dus een enorm groot archief had van carnavalsfoto's. En al die foto's gezamenlijk, met nog foto's van mensen uit Sint-Oederode, heb ik nou die posters gemaakt. En dit is er een van Pabijken, die bestaan ook 55 jaar. En natuurlijk met onze voorzitter die 2 keer prins is geweest. Dit is er eentje van vroeger van Prinszitting. Ja. En daar is dit van André Kijke die poster hier getekend. Die is ook heel groot. En dit is van, ook van Prinszitting, noemen ze dat. Ja. En er zijn artiesten, staan wel het jaartal, staan er hier nou bij. Dit zijn de foto's van Sjanne. En zo hebben we er 55 gemaakt. Ja, daar heb ik behoorlijk wat werk aan gehad. Ik ben van de zomer mee begonnen. Toen Sjanne mij belde, heb je interesse om die foto's en zo te maken. Toen hebben we samen een plan gemaakt van hoe groot de poster en zo. We hebben prijzen opgevraagd hier en daar. En fotoketels uit Schijndel. Die was zo gewillig, die heeft ons zeer billig aangeleverd.